Welkom bij weer een nieuwe les van VCA waarbij we praten over veilig werken, overleg en good housekeeping. Deze onderwerpen komen aan bod, gaan we bespreken en daarna kun je zien of je er wat van geleerd hebt. Het eerste wat langskomt is veilig werken, daarna alcohol, drugs en medicijnen en vervolgens orde en netheid. Aan het einde van deze les weet je wat de kenmerken van veilig gedrag zijn en welke vormen van werkoverleg dat er zijn. Door je op een bepaalde manier te gedragen kun je zorgen dat de veiligheid beter wordt. Als je iets ziet dat onveilig is of iets onveiligs doet, meld dat dan altijd aan je leidinggevende. Zorg dat jij een positieve kijk hebt op veiligheid en dat je die altijd op één zet. Eén vorm daarvan is dat je geen alcohol en drugs op het werk gebruikt. Deze middelen zorgen er namelijk voor dat jij langzamer reageert. Als je bijvoorbeeld een heftruck bestuurt, is het heel belangrijk dat je dit veilig kunt doen. Niet alleen drugs zorgt ervoor dat je langzamer kunt reageren, maar ook alle medicijnen met een gele sticker. Medicijnen, drugs of alcohol zijn dus gevaarlijk voor het werk en moet je altijd melden. Een andere manier is good housekeeping. Dit betekent al je spullen zijn geordend, er ligt geen afval, er ligt niks op de grond waar iemand over kan vallen en je kunt alles gemakkelijk terugvinden. Onthoud die term goed, good housekeeping. Binnen de VNG-wetgeving, dus veiligheid en gezondheidswetgeving, zijn er twee soorten overleg. Namelijk tussen de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging. Maar ook een toolbox meeting. Dit is de meeting waarbij jij het meeste aanwezig zult zijn. Als je kijkt naar wat je deze les langs hebt zien komen, zie je dat we het hebben gehad over veilig gedrag, alcohol, drugs en medicijnen en orde en netheid. Waarbij we onderscheiden tussen good housekeeping en een VNG-overleg. Ik wil jullie natuurlijk van alles uitleggen en vragen beantwoorden, maar daar heb ik wel volgers voor nodig. Zodra ik 1000 volgers heb, kan ik namelijk live en kan ik jullie vragen live beantwoorden. Help me hier naartoe en veel succes met je VCA!